zaterdag. Het is vandaag 6. Ja, ik wilde zeggen november. Januari. En vandaag komt de reunie van het Huis en Hoes op tv. Om 8 uur pas, s'avonds. Maar ik heb er zoveel zin in. Ik ben in ieder geval lekker wakker. Ik heb donderdag ingeslapen. Ik zou eigenlijk 8 uur opgaan, maar ik ben 9 uur wakker. Iets voor 9. Ik ben inmiddels lekker aangekleed, lekker simpel. Ik heb dit zelf geknipte topje aan. Het was een kooltrui. Die heb ik nu als topje geknipt. Grijs vest, zwarte leren broek en gewoon lekker mijn pantoffeltjes. Ik ben lekker aan het luchten. Het raam staat lekker open. En even wat frisse lucht naar binnen. Mijn vader en zijn collega's zijn beneden al druk bezig met de voortuin. En ja, dit is het. Ik ben even wat YouTube-fragmenten van Zoe en Mark aan het kijken. Die video's zijn zo leuk. Funny moments of best moments. Echt zo leuk. Maar ja, yeah, let's start the day. Ik ga zo naar beneden. Ik ga zo even eten. Daarna ga ik mijn tanden poetsen. And that's it. Ik denk dat ik mijn raam vandaag even lekker lang open laat staan. Ik kan het eventjes lekker doortochten. Goed. Hallo allemaal. Het is inmiddels avond. En ik heb net de reunie gekeken van het huis Anubis. Oh my god. Ik moet het gewoon serieus echt nog even op me laten inzinken. Gewoon te bedenken dat je 12 jaar geleden zo'n serie begon die in zo'n korte tijd zo groot is geworden. Waar ik vervolgens 2 jaar, misschien wel veel meer, want ik heb daarna alles om teruggekeken op YouTube. Alle liedjes heb ik daarna jarenlang nog gedraaid. Te bedenken dat je zo heel lang fan bent geweest van een serie. Vervolgens is het helemaal gestopt. Je hebt niks meer van de acteurs. Nou ja, bijna niks meer van alle acteurs vernomen. En nu is dat allemaal gewoon terug in een enigszins vergelijkbare setting. En praten ze over die tijd. Hoe ze die tijd hebben ervaren. Wat ze in die tijd hebben gedaan. En dat is voor mij zo krom. Ik vond het zo raar om te zien. Zo raar om de acteurs vervolgens. Want je had eerst alles. Alles werd eerst verteld. Hoe ze het ervaren hadden. Welke rol ze hadden. Wat er op de set gebeurde. Hoe ze die rol hebben gekregen. Hoe ze erin rolden. De verandering qua uiterlijk. Bijvoorbeeld als je de serie hebt gekeken. Patricia die had knalrood haar. Die werd ook de rode Fury genoemd. Dat had Frenely, dus die Patricia speelt, in het echt niet. Die moest dus de dag dat ze op set kwam, ging ze de make-up in en de haren werden rood geverfd. Nou echt crazy toen je dat hoorde. Ik dacht, nee, ik denk dat had ze gewoon al. Weet je, zulke soort dingen, dat heb je gewoon 12 jaar lang nooit, maar dan ook nooit geweten. Dus het is zo krom, zo speciaal, apart, eng. Om te horen ook dat ik denk, wauw, weet je. De acteurs om de acteurs te zien. Vooral de acteur die ik vroeger het leukste vond. Van nummers was Sven. Die was er ook bij. En Frenelie, Patricia. Dat waren mijn favoriete acteurs. Ik vond de rest ook echt geweldig, absoluut. Maar dat waren echt mijn 2 favorietjes. Het was zo leuk om die 2 ook terug te zien. Weet je, Frenelie is op zich niet qua kleur. Haar kleur is wel veranderd. Maar voor de rest is ze op zich nog hetzelfde gebleven. Sven daarentegen is op zich ook nog wel heel erg Jeroen gebleven. Hij is niet echt veranderd, buiten dat hij een iets boller gezicht heeft dan dat hij vroeger had. Maar, wauw. Insane gewoon. Echt heel tof om dit terug te zien. Look ook, die totaal niks veranderd is als Nienke. Amber, Fabian, Appie. Ik ben gewoon echt helemaal van het padje af. Wat wel leuk is, is we hebben KPN en we hebben de KPN-app. Dus ik heb het opgenomen op mijn telefoon. Wat dus betekent dat ik het nu terug ga kijken. En ik ga jullie misschien wel een paar stukjes laten zien hoe ik ergens op reageer. Want ik wil het echt nog een keer zien. Dus volgens mij is de helft me niet eens binnengedrongen. Ja, mezelf ook. Ik denk dat het leukste om te doen vond ik de scènes slaapkamer Appie Jeroen. Dat zijn gewoon de scènetjes met Ahmed één op één. Die gingen altijd vlot. En dat was altijd, er gebeurde altijd wat. In het begin, dat was zeker vanuit Ahmed, in het begin kon ik daar ook helemaal niet mee omgaan. Want die deed elke take wat anders en die improviseerde teksten en die deed raar. En ik was zeker in het begin, toen ik nog niet zoveel ervaring had, er zo voorbereid. En zo gaan we het doen en niet anders. Dus elke keer dat hij weer begon, dan zat ik, oh god, wat heeft hij nou weer verzonnen. Tot ik daar een beetje leerde mee om te gaan.
En toen werd het op een gegeven moment hartstikke leuk, want toen kon ik ook reageren. Ik kan niet zeggen dat ik rekening heb gehouden met hoe zou hij het vinden als ik hier totaal iets anders zou, of totaal, ik deed het gewoon. Dus ik ben Sven heel erg dankbaar voordat hij niet helemaal geflipt is daar. Dat hij het niet telkens zei, wat ben je precies aan het doen? Je moet hetzelfde doen als de vorige take, want nu klopt het niet meer. Ik weet niet hoe ik hierop moet reageren. Had niets boven een goede scheerbeurt. Wat is dat? Nee, is niks. Het is gewoon een... Godverdamme. Dat dat meisje op zo'n vieze etagère valt. Jongen, dit is gewoon plastic, man. Wat praat je nou? Ja, dat is heel aantrekkelijk. Een jongen die op een nepdrol koudt. Echt niet te geloven. Ik ben misschien ook af en toe wel een beetje een netter. Waar Jeroen echt een netter is, maak ik gewoon grapjes. Maar ik ben een beetje een sarcast en een beetje cynisch. En dat vind ik grappig. En sommige mensen niet. Maar in die zin lijk ik wel erg op Jeroen. Nou, hoog blond was ze en een beetje naïef. Een beetje tutte meisje. En ze was heel ijdel, maar ook wel heel intuïtief, heel erg gevoelig. Waardoor ze heel vaak op het rechte spoor zat of bij het rechte eind had. Ja, ik lijk qua ijdelheid niet op Amber. Daar hecht ik iets minder waarde aan. Maar qua intuïtief denk ik wel. Dat ik voel ook wel dingen aan en dat zij ook. Fabian lag zo ontzettend ver van mij af als personage. Dat was echt ongelooflijk. Dat hele personage, die hele rol, die is zo rustig, zo integer, zo wel overwogen, beslissingen makend, wel bedacht. Nou, ik ben zelf heel impulsief, heel druk, heel aanwezig. En ik moest echt zoeken naar die rol. Ik moest mezelf echt uitzetten in plaats van aan om bij die rol te komen. De kleding van Fabian is echt afschuwelijk. Alles wat ik aan moest hebben in die serie. Dan kwam de stylist, die kwam met een hele berg kleding aan. En dan had ik het aan. Dacht, moet dit echt? Die broeken waren altijd wijd. De kleuren waren verschrikkelijk. En ik vond de kleding echt afschuwelijk om te dragen. Tijdens de opnames woonde de cast in Antwerpen. Dan hadden ze een appartementje in hetzelfde gebouw, vlak bij elkaar. Waar ze dan samen teksten oefenden of konden chillen na lange draaidagen. Er werden hechte vriendschappen gesloten en veel legendarische bezoekjes gebracht aan de karaokebar om de hoek. De karaokebar, de Bonaparte en de Park Avenue volgens mij. Nou, ik denk dat we daar gewoon een soort strippenkaart hadden. Wij zaten daar echt iedere avond. Naarmate de avond voor de werden er gewoon alleen maar bonnetjes ingeleverd met liedjes. En die werden steeds slechter. En het werd ook steeds slechter gezongen. Maar we dachten zelf dat het maar hartstikke goed was. We konden gewoon gezellig met elkaar dansen, zingen, biertje drinken. Het was echt een beetje onze studententijd. Wat studenten doen naar school, dat deden wij een beetje naar nu is. Luke was zeker weten de braafste. Of tenminste de rustigste, laat ik het zo zeggen. En wij maar signeren. En het kinderen bleven maar komen. Toen op een gegeven moment werd het zo erg, want wij moesten gewoon stoppen op een bepaalde tijd. Maar er waren zoveel kinderen nog niet geweest, dat ouders boos werden. En dat ouders met elkaar op de vuist gingen, omdat hun kinderen moesten eerst een handtekening krijgen. Ja, dus op een gegeven moment moesten ook de deuren dicht, want we konden niet meer signeren dan we hadden gedaan. Nou, toen hadden we nog niet eens de helft gehad. Dat was ook nog wel grappig, want toen waren wij backstage met alle grote mensen van de Nederlandse televisie. Allemaal heel spannend. En toen raakten we in gesprek met Linda de Mol. Wat natuurlijk een soort van legende is. Die ons wist te vertellen dat dat wij bepaalden hoe laat er gegeten werd bij haar thuis. Want van haar kinderen mocht tijdens Anubis niet gegeten worden. Dus er werd eerst Anubis gekeken en daarna werd er pas gegeten. Oeps, sorry. Prutser! Dit was eigenlijk voor het eerst dat je dan besef krijgt van wat jouw karakter doet. Omdat je zo directe feedback krijgt. Dat is ook voor het eerst dat ik besefte dat men Jeroen ook wel eens grappig vond. En niet alleen maar een netter, omdat dan de halve zaal ergens om dubbel lacht. Dat ik dacht, oké, dus de kinderen vinden dat sarcastisch ook grappig. Ik vind dat grappig, maar de kinderen vinden dat is ook grappig. We hadden nog een kleine overlap met de Duitse Anubis. En die draaide ook gewoon in België. Dus die gebruikte dezelfde sets als wij. En het was wel bizar om te zien dat er een jongen in exact dezelfde kleren als mijn Jeroen. Mijn Jeroen liep. Dat is heel apart sowieso. De kapsels, de kleding, volgens mij ook de scripts en zo. Dat was allemaal hetzelfde. Alleen dat waren andere mensen en ze spraken Duits. Felix, daarvoor brachten we deine Hilfe. Meine Hilfe?
Wofür denn? Du kannst auch so gut Victor imitieren. Es ist 10 Uhr. Ihr wisst, was das heißt. In 5 Minuten ist jeder auf seinem Zimmer. Dann will ich eine Stecknadel fallen hören. Absolute Ruhe. Wow. Het meisje wat Patricia speelde. De eerste keer toen kwam zij binnen en ze had prachtig lang blond haar tot hier. En toen moest ze ook de make-up in en werd haar haar rood geverfd. Oh, ze was net zo hard geschrokken als ik. Dus toen is ze daarna wel even naar mij toegekomen en toen heb ik haar echt even moeten troosten. Ik heb een kat. Ik ben inmiddels 32 jaar en ik woon in Amsterdam. En ik woon samen met mijn vriendin. We zijn 2 jaar samen en dat gaat hartstikke goed. Ik ben niet getrouwd en ik heb geen kinderen. Ik wil wel ooit trouwen natuurlijk en ooit kinderen. Maar ik ben altijd vrij gefocust geweest. En kan dingen misschien niet zo heel goed naast elkaar hebben. Ik ben dus net 30 geworden. Het magische 30 is gepasseerd. En inmiddels ben ik 7 jaar samen met mijn partner Michael. Gaan we ook trouwen en ja, dat gaat echt supergoed. Inmiddels ben ik gelukkig en word ik binnenkort moeder. 10 jaar later. Dus dat is ook wel een heel spannend iets wat er staat gebeuren voor mij. Zometeen in Throwback, het huis Anubis. Nu dat iedereen weer bij elkaar samenkomt, ja, vind ik wel echt een heel bijzonder moment. En ja, kijk echt enorm naar. Nou, ik ben ook een beetje zenuwachtig voor. In 2010 waren de laatste opnames. Daarna gingen alle castleden hun eigen weg. Sommigen bleven werken in de tv-branche, anderen kozen een totaal andere job. Maar 8 jaar later is het in ieder geval heel lang geleden dat ze elkaar voor het laatst hebben gezien. Nu dat iedereen weer bij elkaar samenkomt, ja, vind ik wel echt een heel bijzonder moment. En ja, kijk echt enorm naar. Nou, ik ben ook een beetje zenuwachtig voor eigenlijk. Michelle zei tegen mij dat ik grijs aan het worden was. En dat is ook geen grap. Ik ben hier gewoon grijs aan het worden. Dus ja. Het jaar verder, hè? Het maakt niet uit. Het is niet erg, hè? Het is ook niet erg. Gewoon volwassen. Ja, ja, ja. Ik vond die bril bij Sven heel leuk. Ik vond de bril bij Sven ook leuk, ja. Ja. Maar dat is ook een teken van ouderdom. En ik vond Sven er goed uitzien. Ja, maar wel... Jeroen, Sven. Precies veranderd, hè? Niet veranderd. Nee. En vriendelijk? Is de rode haren kwijt. Ja, rode furie is het niet meer. Rode haren, wilde haren. Maar ik vind het wel mooi ook, hoor. En ik vond haar ook niks veranderd. Iris, die is natuurlijk gewoon zwanger, dus dat vond ik wel echt... Wat mooi, hè? Oh, ik wilde al niks zeggen, maar... Oh, nee, men mag het weten. Oh, oké. Okay. Ja. Nee, omdat ze... Zo leuk om te zien. Zij is geloof ik wel de eerste van ons die kinderen gaat beginnen. Ja, vet, hè? Hé, waar is Joyce? Waar zijn er spullen? Wat doe je in mijn kamer? Je hebt er niets te zoeken. Dit is mijn kamer, niet van Joyce. En ik wil dat je nu weggaat, en dan zijn de Victor erbij. Waar is Joyce? Waar zijn er spullen? Je hebt er niets te zoeken. Dit is mijn kamer, niet van Joyce. En nou echt wezen. Wij moeten hier eens om lachen, omdat ik dat heel lelijk acteerde. Ja, ik heb iets raars. Ik ook. Maar dit is dus precies goed, hè? Ja, ik merk het heel erg. Ik heb het ook. Wie heeft jou hiertoe aangezet? Kom, mevrouw van Engelen. Het is tijd voor een metamorfose. En vanwege het enorme succes kreeg de serie ook een eigen attractie in een pretpark in De Pannen in België. Inclusief een superheftige achtbaan die dwars door het huis gaat. Benieuwd of de cast zin heeft in een ritje in een eigen attractie, Anubis The Ride. Dit is het huis, Anubis, vol is dapper en ontrafelt die geschiedenis.
ik zet ze aan.